De stad is inmiddels al helemaal omgebouwd en dit weekend kunnen de wandelaars hun startbewijzen ophalen. De 100ste Vierdaagse gaat nu echt bijna van start. Speciaal hiervoor hebben wij van Wat zegt het volk een echte Vierdaagse cocktail gemaakt en die gaan we op straat uitdelen. Maar daar moet je natuurlijk wel wat voor doen. What does the fuck say? What the fuck say? Om een glaasje van deze speciale Vierdaagse cocktail te kunnen krijgen, moet je eerst 5 vragen over de Vierdaagse beantwoorden. De eerste vraag luidt als volgt. Dit jaar vindt de 100ste editie van de Vierdaagse plaats, maar de eerste editie is niet 100 jaar geleden. Hoeveel jaar geleden is de eerste editie georganiseerd? 101 jaar geleden, 103 jaar geleden of 107 jaar geleden? Hallo! Dag, jonge dame. Dag, jonge dame. U ziet eruit alsof u wel verstand heeft van de Vierdaagse. Klein beetje. Klein beetje. En een beetje dorst misschien, want wij hebben hier een hele mooie cocktail. Of een mocktail moet ik zeggen. Dat is gemaakt voor de Vierdaagse. En als u nou maar een paar vragen beantwoordt, krijgt u deze voor mij. Nou. Ja, durft u de uitdaging aan te gaan? Als het niet te moeilijk is. Het is niet te moeilijk hoor. Maar we zijn niet te moeilijk zo ook. Dan zet ik deze meteen wel heel handig hier neer. Kijk. De eerste vraag. Dit jaar vindt de 100ste editie van de Vierdaagse plaats. Ja. Maar de eerste editie is niet 100 jaar geleden. Hoeveel jaar geleden is de eerste editie georganiseerd? Je mag kiezen. 101 jaar, 103 jaar of 107 jaar? Ik denk 101. Nee, 107. Maar dat maakt niet uit, ze hoeven niet allemaal goed. We gaan gewoon door. Tot maar 101. 103. 103 jaar geleden. 103. Was allebei fout geweest. Oh, maar dat maakt niet uit. 107 is het. Maar dat maakt niet uit. Je hoeft ze niet allemaal goed te hebben. 107 jaar. Yay! Oh, was dat een gok of? Waarschijnlijk zat er een Tweede Wereldoorlog tussen. En die duurde meer dan 1 of 3 jaar. Precies. Hi, hoe heet jij? Sterre. Dat is een mooie naam. Dank je. Hey, ik zei net de Vierdaagse. Heb je daar een beetje zin in? Ja. Ik mocht al meelopen op school. Alleen dat kon niet, want ik moest naar ballet en zwemles. En zwemles was toen heel belangrijk. Wauw. Omdat ik moest voor mijn eindexamen opzwemmen. Oh, wat goed. Heb je het gehaald? Ja. Gefeliciteerd nou. Dank je. Dus je bent eigenlijk wel een hele sportief ook? Ja. En wat vind je dan het leukste om te doen? Want je mag dus ook wandelen en zwemmen. Nou ja, ik vind mijn sport is het allerliefste paardrijden. Maar daar zit ik niet op mee. Ik wil wel weer graag paardrijden. Paardrijden weer. Lekker snel. Ja. En denk je dat als je later heel groot bent, dat je dan misschien een keer ook de Vierdaagse wil lopen? De echte. Ja. Ja? Dat wel. 101, 103. Ja, een beetje. 107 jaar. 101, 103 of 107? Ik ga voor 107. Helemaal goed. En dan kan je kiezen of dat 101 jaar was, 103 jaar of 107. Laatste. Welke denk je? De laatste. Ja, de laatste. What the fuck say? Blijf op de hoogte van de laatste nieuwsfeitjes via onze pagina facebook.com/altijd-en-1. What the fuck say? Vraag 2. Welke kleuren heeft de vlag van de Vierdaagse? Blauw, wit en rood. Groen en oranje. Of blauw, groen en oranje. Blauw, wit en rood. Groen en oranje. Of blauw, groen en oranje. Groen en oranje. Yay! Deze weten jullie vast al. Welke kleuren hebben de vlag? Of hebben? Staat verkeerd op mijn briefje. Oranje en groen. Niet eens multiple choice nodig. Helemaal goed. Ik zet deze even neer. Ja, geef maar. Mag ook vast geven hoor. Nou, denk je hebt vertrouwen in? Ik ga ervoor. Oh, ik moet ze ook allemaal goed hebben? Nou, niet allemaal. Maar we gaan kijken hoe ver je komt. Oké. Heb je wel eens de vlag gezien van de Vierdaagse? Dat nog niet. Dat nog niet. Nou, er is een hele mooie vlag. En die heeft verschillende kleuren. Vraag 2. Ja. Welke kleuren heeft de vlag van de Vierdaagse? En dat is dan blauw, wit en rood. Mm-hmm. Groen en oranje. Of blauw, groen en oranje. Groen en oranje? Bam! Dikke score. Oh. Tweede, goed. En als je kijkt naar deze, dan kan je het weten. Wat voor kleuren denk je dat die heeft? Blauw, wit en rood. Ik denk 2. Helemaal goed weer. Oh. Het maakt helemaal niet uit of je dus een Vierdaagse feest. Of, als je naar het drankje kijkt? Groen en oranje. Groen en oranje. Groen en oranje, yay! What the fuck say? Twitter mee over de actuele nieuwsonderwerpen via @altijd-en-1 met hashtag WZHV. What the fuck say? Vraag 3. Hoe heet de marsleider van de Vierdaagse? Teddy Vrijmoed, Johan Willemstein
of Hubert Bruls? Ik denk B, de tweede. Ook weer goed! De eerste of de derde? De derde is toch een burgemeester of niet? Ik weet het niet. Laten we de tweede zeggen, want die denken we niet. De tweede. Ja. Dat is een goede keuze, want het is inderdaad de tweede. Teddy. Nee, Johan. Deze vragen slaan we over, die is gewoon stom. Nou ja, hij is een beetje de grote baas van de hele Vierdaagse. Oh. Kun je eens nog eens een keer Ja, al? Zeker. Teddy Vrijmoed, Johan Willemstein of Hubert Bruls? Ik denk de laatste. Het is de tweede. Het is de tweede, Johan. What the fuck, say? Dan gaan we snel door met vraag 4 van onze Vierdaagse quiz. Welke bewering is niet waar? De koning bezoekt vrijdag de 100ste Vierdaagse. Er is dit jaar een speciale Vierdaagse gladiool geteeld. Of het vuurwerk op de Waal is dit jaar niet op de eerste, maar op de laatste wandeldag. Nou, het vuurwerk is zondag, geloof ik. Dat weet ik wel. Dus antwoord 3 dan? Ja. Ook weer correct. We hebben hier inderdaad de kenner. Ik had het bij het juiste eind. Volgens mij is de tweede antwoord niet waar. Dat wel echt Sparte gladiool is gepikt. Ja. Nou, het goede antwoord is de laatste. Dat is de laatste. Maar dat maakt er niet uit. We hebben nog een vraag. Ik denk dat die gladiool niet waar is. De gladiool is wel waar. Het is in het vuurwerk. Serieus? Het vuurwerk, ja. Dat is. We sluiten niet af met vuurwerk? We beginnen. Lekker recalcitrant. Nou, oké. Weet je wanneer het vuurwerk is? Nee. Heb je het wel eens gezien? Of moet je dan Ja, dat heb ik een keer gezien. Ik had het een keertje gezien en toen ging ik kijken, toen viel ik in slaap. En toen ging ik slapen en toen wou mama mij wakker maken. Ja. En toen wou ik dat niet. Je was gewoon te moe voor het vuurwerk. Ja, toen was ik aan het slapen. Liever slapen? Ja. De gladiool, denk ik. De gladiool is wel waar. We hebben dit jaar... De laatste man. Ja, precies. Ja. Een goede redding. Oké, nou ja, dit wordt een half goed punt dan. En wil je dan dit jaar wel het vuurwerk zien? Ja. En dan kan je kiezen. Gaan we zeggen, dat is leuker op de eerste dag of op de laatste dag? Om de eerste dag om het heel groot te vieren? De laatste dag. De laatste dag. Dan gaan we dat meenemen als tip voor volgend jaar. Dit jaar is het eerste keer. Maar dan gaan we gewoon aan de organisatie zeggen, toch? Precies, huppakee. What the fuck, say? Een uitzending van Wat zegt het volk terugkijken doe je via youtube.com/altijdn1. What the fuck, say? Tot slot, vraag 5. Waar of niet waar? Vierdaagse feesten is een oude naam, want sinds een aantal jaar heet het officieel de zomerfeesten. Waar? Niet waar, het is precies andersom. Eerst was het sinds 1998 heette het de zomerfeesten, officieel de Vierdaagse feesten. Maar dat maakt niet uit, je hebt hartstikke veel vragen goed. Dus, de Vierdaagse mocktail is voor u. Ik ben wel benieuwd of u hem een beetje lekker vindt. Dat is lekker. Fris en zomers, hè? Ja, lekker hoor. Waar? Niet waar, het is precies andersom. Maar oké, we zijn niet de moeilijkste bij Nederland. Het wordt nog steeds de zomerfeesten genoemd dan. Precies, ja. Die naam blijft hangen. Maar we zijn niet de moeilijkste hoor bij Nederland. Dus ik vind jullie, voor effort krijgen jullie ook al een punt. Dus kijk, de Vierdaagse kookt. En dan ben ik wel benieuwd wat je ervan vindt. Oh, moet ik nog gaan voelen? Ja. Dan wordt je zakje vast. Teamwork. Ja, teamwork, ja. Nou, heel lekker. Nou, heel lekker, kijk. Dat is waar. Dat is niet waar. Nee. Het is precies andersom. De Vierdaagse feesten. Hartstikke goed, want zo noemen ze het nu ook. Dus, wat heb jij verdiend? Hoe heet het ook weer? Het drankje. Het lekkere Vierdaagse drankje. Het lekkere Vierdaagse drankje. Yes! Kijk. Alsjeblieft, super goed gedaan. Ja. Inderdaad. Ja, dat klopt volgens mij. Nee, precies andersom. Oh. Maar dat maakt niet uit. Want je hebt dus eigenlijk net die 3 goede antwoorden. Maar dan hebben we natuurlijk nog een rescue modus. Ja. Als jij me laat zien hoe ze over de finish komen na 4 dagen wandelen, is deze voor jou. Hoe denk je dat ze na 4 dagen erover? Doe maar voor, de manier van wandelen. Hoe denk je dat gebeurt? Ja, dat is een beetje op de tanden, maar toch vrolijk wordt er dan. Ik denk het ook. Voor de bikkels, ja precies. Kijk, die is dan voor jou, dankjewel. Maar, oké, laten we creatief zijn. Je hebt niet 3 van de 5 goed. Maar als jij me nou zou zien hoe jij denkt dat de mensen die meelopen over de finish komen na 4 dagen wandelen. Dan is hij alsnog voor jou. Dus mag jij even voordoen hoe je dat denkt?
Wauw. Wauw, een team for effort hoor. Kijk, dankjewel. Ja, high five. Hey, dit is echt een dikke move hoor. What the fuck say? Tot zover deze uitzending van Wat zegt het volk. Na de Vierdaagse zijn we er uiteraard weer en gaan we het eens hebben over de nieuwste Pokémon-rage. Tot dan. What do you think?